Aan de linkerkant heeft u overigens een prachtig overzicht over die grote tanks waar de kerosine in zit. Gisteren vond het laatste bezoek plaats van omliggende gemeentes aan Schiphol. KLM, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland nodigen elke 4 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen de omliggende gemeentes uit voor een bezoek aan de luchthaven. We hopen dat ze het begin zijn van een dialoog tussen de nieuwe gemeenteraden en de colleges en de luchtvaartpartijen. De primaire boodschap die we aan de gemeentes willen overbrengen is dat Schiphol, LVNL en ook de KLM haar rol met betrekking tot de omgeving zeer serieus nemen. Dat we een breed draagvlak nodig hebben. Dat luchtvaart voor Nederland cruciaal is voor de economische ontwikkeling. En dat we daarbij de overlast tot een minimum willen beperken. Als raadslid dan krijg je regelmatig te maken met mensen die zich beklagen over Schiphol. Maar nu zie je de andere kant van Schiphol. En dat is zijn positie in een wereldwijd netwerk van luchthavens. En een belangrijke positie waar heel veel mensen gebruik van maken. En dat wordt wel eens vergeten, denk ik, in de discussie in de raad. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 hebben er 6 bezoeken plaatsgevonden. Gisteren was de laatste regio Noordwest aan de beurt. Dit zijn de gemeentes Castricum, Uitgeest, Heilo, Heemskerk en Beverwijk. Het heeft invloed op onze woonomgeving, Schiphol. En er zijn heel veel klachten over. Maar we moeten ook weten dat er moet gewerkt worden, er moet verdiend worden. Stel je voor dat dit toch weggaat, dan mag je niet aan denken. Na de bustour verplaatste het gezelschap zich naar het Dorent Hotel. Hier werd verder gepraat over de luchtvaartsector en kregen de gemeentes de mogelijkheid om vragen te stellen. Nou, de reacties van de gemeentes zijn erg enthousiast. Men komt dingen tegen die men nooit had vermoed, ziet nieuwe zaken, ook suggesties. Hier en daar ook lekker kritisch, maar dat is ook goed voor ons. En bovendien maak je zo contact waar je in de komende jaren ook weer plezier van hebt samen. Wat zijn de vragen van de gemeentes die u bij zijn gebleven? Die zijn heel divers, dat is juist zo leuk. Ze gaan over de effecten voor de ruimtelijke ordening, ze gaan over de uitbreidingsplannen. Ze gaan over ook geluidhinder en wat daar aan te doen is. Ze gaan over de mogelijkheden voor de toekomst. Eigenlijk alle vragen die we ook als we informatieavonden geven krijgen. En daarom zijn het ook zulke leuke discussies die dan ontstaan.